Gisteren voltrok zich een drama op een woonwagenkamp in Arnhem. Bij een felle brand in een van de woonwagens kwam de vijfjarige Inke om het leven. De ouders en twee andere kinderen konden op tijd uit de woonwagen ontsnappen. Maar voor het jongetje kwam de hulp te laat. Zorgen over de brandveiligheid op het woonwagenkamp zijn er al langer. Een jaar geleden werd bij alle bewoners van Woonwagenpark in Arnhem nagevraagd. wat de behoefte was bij de bewoners. En daaruit bleek onder meer de wens om meer ruimte. En ook. Maken bewoners zich zorgen over brandveiligheid en vinden ze dat ze te dicht op de buren staan? De Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners wil dat er snel iets gebeurt.